Iedereen die hier komt gaat blij weg. Iedereen die hier werkt gaat blij weg. Iedereen die hier komt als bezoeker gaat blij weg. Op 30 juni 2018 heb ik meegedaan met een beach clean-up. En daar kreeg ik uitgelegd hoe verschrikkelijk giftig peuken zijn. Hoe onvoorstelbaar veel peuken er in het milieu gegooid worden. Het is plastic vervuiling, het is toxische vervuiling. Dieren eten ze op, want ze denken dat het voedsel is. Dus het is 3 keer vervuilend. Dus als je hier 1 peuk in gooit, gaat alles wat erin zit dood. Wij zijn hier afgekoppeld. Elke peuk die in de gemeente Rheden op straat wordt gegooid en de put instroomt, die gaat rechtstreeks het milieu in. Er zit geen waterzuivering tussen mijn put en de zee. En omdat ik zo geschokt was over de peuk, heb ik gezegd, ik ga peuken rapen het hele jaar, elke dag. En ik ga gewoon eens kijken, wat kom ik nou tegen? De wereld moet ergens beginnen. En die begint dan in dit geval bij mij. Maar er zijn ook heel veel andere groepen die zich hier druk over maken. Dus ik ben niet alleen. Overheid, gemeentes, mensen die elkaar aanspreken. Iedereen in de bevolking kan hier een kleine bijdrage aan leveren door om zich heen te kijken en mensen te wijzen op de milieuramp die door peuken wordt veroorzaakt. Dit is een weggeefwinkel, daar heb je meerdere van in Nederland. Dit is de enige in onze gemeente Rheden. Hier geven we gewoon echt bijna alles weg. En wat we weggeven zijn bijvoorbeeld echt gebruiksartikelen. Kleding, serviesgoed, voor de aankleding van je huis. We voegen ook dingen samen. We hebben ook medewerkers die het leuk vinden om dingen te pimpen of om te repareren. En ja, soms gaan mensen echt met tassen vol weg. Dus echt van die shoppers en anderen die zijn al blij met 2 boeken. De productie van al die spullen, die hoeft niet nog een keer te gebeuren. Al de transport, alles wat daarbij komt kijken in een hele totale levenscyclusanalyse, kun je gewoon wegstrepen. Want ieder iets wordt hergebruikt. En de afstanden zijn heel kort. Dus wij werken eigenlijk aan circulaire en inclusieve lokale economie.